In de mobiliteit van morgen, ik denk, ja, het is zoals we het ook vandaag een aantal keer gehoord hebben, multimodaal transport. Mensen stappen meer en meer weg van eigen auto en ik denk dat Uber daar een belangrijke rol in kan vervullen. En dat hele plaatje gaan wij het openbaar vervoer vervangen, zeker niet. Maar we gaan wel een mooie aanvulling zijn om, ja, voor de momenten dat mensen een auto nodig hebben om die dan te kunnen aanbieden. Dus dat is eigenlijk onze visie, is mobiliteit of as reliable as running water, dus eigenlijk als kraantjeswater, wat dus eigenlijk inhoudt dat 99% van de tijd als je de kraan opendraait, komt daar water uit. Hetzelfde zou moeten zijn voor onze app. Als je die app opendoet, zou je binnen een paar minuten een auto voor je neus hebben moeten staan, die je dan brengt naar waar je moet zijn. Ik ben zelf niet zo'n hele grote fan van het woord big data, het is een beetje een trendy woord. Ik ben wel fan van het beslissingen baseren op data. Bijvoorbeeld, zoals ik in de presentatie ook aanhaalde, als we gaan kijken bijvoorbeeld naar mensen die de app al open doen om te kijken of er auto's beschikbaar zijn in de regio's waar we nog niet actief zijn, dat is voor ons een belangrijk datapunt om te gaan zeggen van kijk, misschien is het wel eens interessant om daar ook actief te worden. Als je natuurlijk een regio hebt waar dat nog helemaal niet is, dan is dat misschien ook een, die gaan we daar niet onmiddellijk naartoe gaan. Maar dat gaat ook op veel andere punten. Bijvoorbeeld waar we naar kijken is wat zijn de klachten die we binnenkrijgen van gebruikers en dan gaan we ook proberen ons product daarop aan te passen om te zorgen dat die klachten verminderd worden. In Amerika zie je ook mensen die dat ook posten in hun blogs die zeggen van ik ga eens een maand zonder mijn auto doen en Uber gebruiken en dan achteraf bijvoorbeeld is de kostprijsberekening maken van wat spaart het mij uit en dan moet je natuurlijk ook een beetje kijken welke kosten je daarbij inbetrekt, maar er zijn ook veel mensen die dan echt zeggen van kijk, voor mij komt het gewoon veel beter uit om een Uber te nemen of eerst het openbaar vervoer en dan een Uber te nemen. Gewoon omdat dat gemakkelijker is, minder kost en je krijgt veel van je tijd terug. Als je ziet hoeveel tijd dat mensen achter het stuur spenderen, is dat veel tijd dat je kan winnen. Op de langere termijn, bijvoorbeeld waar ik het op het laatste over had, Uber Commute, zoals we dat dan noemen, dat is voor ons, wat is lange termijn, dat is natuurlijk ook een goede vraag. Dat is waar we nog moeten kraken eigenlijk. Want dat is dat buiten de stad eigenlijk, die langere trajecten, hoe gaan we dat ook op een interessante manier kunnen daarop inspelen, op de noden daar. Als je dan nog verder kijkt, ik denk dat dat meer algemeen is, dat is niet Uber specifiek, is zelfrijdende auto's. Ik denk dat als je dat combineert, elektrische zelfrijdende auto's, is dat wel zeker iets om naar uit te kijken in de toekomst.